In 1973, Belgium made history at the Eurovision Song Contest when they sent the happily married couple, Nicole and Hugo. Baby, baby, I love you. Unfortunately, the wonderful Nicole passed away a little over a year ago, still with Hugo lovingly by her side. So to Hugo at home in Belgium watching us now, you're in our thoughts. And tonight we celebrate you and your late wife Nicole. Ik vind het ongelooflijk dat de mensen ons nog niet vergeten zijn. Het Songfestival was voor mij ook. Ik was niet op de hoogte. Ik had alleen maar een bericht gekregen van Peter van der Veer. Je moet kijken, want er gaat iets heel moois zijn. Dus ik wist niet wat was. Dus ik zat te kijken en denk, ah, dat kwam zo binnen. Ja, ik heb natuurlijk gebleed, gelijk als dat ik altijd doe. Maar dat betekent echt wel dat jullie iets betekend hebben, hè? Ja, ik denk dat ze na 50 jaar ontdekt hebben dat we eigenlijk echt wel trendsetters waren. We waren te vroeg met ons kostuumjes, we waren te vroeg met ons dansjes. En als je nu kijkt naar het Songfestival, dan is de act belangrijker geworden dan het lied. Dus ja, we zijn trendsetters geweest en ze hebben het eindelijk ontdekt. Nu voor een miljoenen publiek.